Hallo, mijn naam is Maxine Bukkers en ik doe de minor Storytelling en Consumer Behavior. Welkom bij mijn presentatie voor de General Minor Course. Ik heb 6 sessies gevolgd. De eerste was sportsector en CSR MVO, Change Management Sport, Herontwikkeling, kazerneterreinen, finance, crowdfunding, facilitate, creative conversations en storytelling. Ik heb hiervoor een poster gemaakt, dus ik ga gewoon bovenaan beginnen bij de eerste sessie sportsector en CSR MVO. Hetgene wat ik hier eigenlijk heel interessant vond was dat MVO eigenlijk heel erg belangrijk is binnen een bedrijf. Maar ik zelf vind dat dit niet enorm erg opvalt binnen een bedrijf, totdat ze echt een actie ervoor doen. We hebben bijvoorbeeld zelf bij onze hockeyclub Oranje in Oosterhout een G-hockeyteam. Dit is voor mensen met een verstandelijke beperking. En ze kunnen toch gewoon doorhockeyen in een heel leuk team en hebben het heel erg naar hun zin. En ik vind het eigenlijk heel interessant om dit bij meerdere sporten te zien, want je hebt natuurlijk ook de Paralympische Spelen. Tegenwoordig is racisme ook enorm belangrijk. Dit zag je ook terug in de voetbal, hoe daarmee om werd gegaan. En hier hebben we ook in de sessie veel over gehad. En dat het heel belangrijk is om mensen te accepteren, maar dat het nog steeds moeilijk is voor sommige mensen. En het is heel interessant hoe je dat binnen een bedrijf goed voor elkaar kan krijgen. En hoe je dit het best kan doen binnen een bedrijf, zodat mensen geaccepteerd worden. De volgende sessie was de Change Management Sport. Hier hebben we eigenlijk vooral over de technologische veranderingen in een sport gehad. Zoals bijvoorbeeld de VAR bij de voetbal, maar ook bij de hockey. Het is een hele grote verandering geweest, omdat het toch eerlijker wordt. En mensen minder snel voor de scheidsrechter moeilijk gaan doen. Zodat ze het altijd na kunnen controleren, zodat ze kijken hoe het allemaal gaat. En ik denk dat het een hele positieve verandering is geweest binnen de sport. Ook is het heel belangrijk met de Olympische Spelen dat eigenlijk met als de Olympische Spelen naar je stad komt, dat heel je stad eigenlijk verandert. Bijvoorbeeld de infrastructuur wordt heel anders, maar ook bijvoorbeeld in Beijing in China werden alle sloppenwijken weggehaald. En dit heeft natuurlijk ook een heel groot impact op de stad, maar ook op de wereld. Dus ik vind het heel gaaf om te zien hoe sport eigenlijk de wereld kan veranderen. Bij herontwikkelingen en kazerneterreinen liet Pim eigenlijk ons zien hoe hij zijn onderzoek in elkaar heeft gezet. Zelf heb ik hier ook een voorbeeld van. Ik zit sinds kort op kickboksen en het wordt gehouden in een bibliotheek van vroeger. Het is helemaal leeggehaald en daar wordt nu eigenlijk is het een kickboksgym geworden. En ik vind het heel interessant hoe je lege bedrijven om kan bouwen in een leisure locatie, zodat ze toch nog worden gebruikt in plaats van dat ze leeg staan. Bij finance crowdfunding vond ik het mooi om te zien dat bijvoorbeeld voor een maatschappelijk doel vind ik het zelf heel goed dat dit wordt gedaan. Zoals bijvoorbeeld het inzamelen voor, zoals nu heel erg het nieuws is voor Australië, voor de bosbranden. En dat hier geld wordt ingezameld en dat dit wordt gestuurd naar de mensen die echt de hulp nodig hebben. Aan de andere kant is het ook minder, want mensen kunnen hier ook misbruik van maken. En dit vind ik erg lastig om dit goed in te zien wie er nou eigenlijk uiteindelijk profijt van heeft. Daarna ben ik ook nog bij de Facilitate Creative Conversations geweest. Hier ging het er eigenlijk vooral om dat mensen wel gewoon creatief kunnen denken en het ook heel goed zelf kunnen. Maar zodra je mensen in een groep zet, dat eigenlijk een veel mooiere uitkomst heeft. En je ook op hele grote ideeën komt. Dus dit komt zeker van pas later in het bedrijf. Storytelling ben ik natuurlijk ook geweest, omdat dit ook mijn minor is. En ik het nog steeds erg interessant vind hoe je met een verhaal eigenlijk, hoe je dit om kan bouwen tot beleving. Je kan emoties losmaken bij mensen door middel van verhalen te vertellen op een bepaalde manier. En dat vinden mensen vaak ook heel indrukwekkend. En dit geeft enorm veel lading aan een bepaald verhaal of een bepaalde emotie. En dit kan echt mensen heel erg raken. En dit vind ik heel interessant voor ook voor later. Zeker ook bijvoorbeeld binnen de marketing wordt het heel erg gebruikt. Dat je tegenwoordig bijvoorbeeld met vrienden een pilsje drinkt. En dat deze gevoelens ook naar het
als mensen echt een pilsje gaan drinken, dat deze gevoelens ook worden overgebracht naar de mensen, in plaats van alleen binnen de reclame. En dit waren eigenlijk mijn general minor courses waar ik ben geweest. Ik vond het heel erg leuk om mee te maken en ik heb er ook enorm veel van geleerd. En dit was eigenlijk de eind van mijn presentatie.